Wij gaan naar Ede en wij zeggen goedemorgen tegen mevrouw de Vries daar. Goedemorgen. Ja, u zoekt de bruidsjurk nu. Ja, als u een beetje harder wilt praten. Oké. Okay. Ja? Is er een nieuwe liefde dat u een trouwjurk zoekt? Nee. Ik ben op pad voor mevrouw de Vries, want mevrouw de Vries is op zoek naar een bruidsjurk. En we hebben er een in de aanbieding. Nou, ik ben echt super benieuwd. Ja. Wat voor jurk het dan is. Nou, twee mooie exemplaren zelfs. Ja. Ik had de trouwjurk en ik kwam over Radio Gelderland de oproep. En die dacht ik, ja, ik heb een trouwjurk. Wat doe ik ze straks ermee? Ja. Dus heb ik opgebeld. Ik vind het nogal wat dat u die trouwjurk nog weg gaat doen. Want u heeft daar vast ook hele mooie herinneringen aan, toch? Ja, het is 56 jaar geleden dus. 61 jaar geleden dus. Ja. Nee. Maar u denkt van, nou, er is iemand die er plezier mee heeft. Die wil dat voor de poppen doen en dat vind ik prachtig. En toen zei ik, mevrouw, ik heb ook nog een avondjurk, heb je er ook nog wat aan? Toen zegt ze, ja, mag ik dat ook nog hebben? Ik zeg, die mag u ook hebben. En wat waren de reacties met zo'n mooie blauwe jurk toen? Ja, vonden ze hartstikke leuk. Ja. Maar echt, apart. Daar staat u voor. Eens kijken. Oh, daar staan jullie samen ook. Ja, wat een prachtige foto. Hier staat hij ook in de trein. Ook nog. Maar daar had hij gewoon een pak aan, want dat was daags daarna. Ah, wat leuk zeg. Ja. Daar laat je mevrouw er maar lekker plezier van hebben en laat je maar lekker knutselen ermee. Nou, hartstikke bedankt. Alsjeblieft, dame. En we gaan eens kijken wat ze ervan gaat maken. Ja, natuurlijk. He? Dat is voor jullie ook hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Bedankt. Zo. Zeg niks te danken. Ik de Vries alvast. Ja hoor. He? Dankjewel. Doei. Kijk eens eventjes. Hallo. Hallo. Een mooi pakketje, hè? Zo. Jeetje. Hier is een boel te zien. Ja, er is zat te zien, maar daar verkoop ik niks van. Nee. Maar hier gebeurt het allemaal. Ik ben dan blij met de jurk. Ja. Die verknip ik heel netjes. Ja. Eerst helemaal los. En dan maak ik het voor deze pop. Ah, dus daar komt hij dan op. Maar dan moet er nog wel een heel stuk af, inderdaad, hè? Ja, ja, je moet er een hoop aan van. Want die hebben een jurk aan, dat vind ik zonde. Ja, precies. Maar dus niet gewoon knippen, maar dan gaat hij hem echt helemaal op maat maken. Helemaal op maat maken. Zo. Ja, het is een heel werk, hoor. Je moet alles losstornen. En dan heb ik toch weer eer van mijn werk. Ja. En volgens mij heeft u dat al eerder gedaan, toch? Want ik zie daar ook allemaal mooie jurkjes. Ga eens kijken dan. Wordt het zoiets helemaal mooi? Dit was een gewone jurk. Dit was ook een trouwjurk. En u vindt het gewoon heerlijk om met het naaien bezig te zijn? Ja, ik zeg gewoon wel 100. Ja, daar kan u nog wel een tijdje mee doorgaan. Ja, eerder dat ik dat allemaal afgewerkt heb, dat red ik niet meer. Nee. Wat is nou uw lievelingspop? Mijn lievelingspop die zit beneden in de kinderstoel. Oh ja, die mag in de woonkamer zitten. Ja. Ja, en waarom die, dan? Die zwarte. Die, ja? Die is van mijn dochter die overleden is. Oh, dat is wel een heel bijzonder popje dan. Ja, die doe ik ook. Die heeft ze gekregen toen was ze 1 jaar van een oom. Van een oom. Kreeg ze en ze is 52 geworden. Wat triest, wat erg. Ja, die had longkanker. Ja, en daardoor denk ik dat het daardoor komt. Doordat je dan verliest en dan ga je dingen doen. Dan denk je, ja, dat doe ik, daar steek ik mijn energie in, dan vergeet ik de rest. Ja, dan hoeft u even niet te denken aan... aan al die narigheid. Heel veel plezier, hè? Ja. Met het naaien van die jurk. Dankjewel. Geniet er lekker van. Ik zal die vrouw even bellen. Dat zal ze leuk vinden. En dan zal ik zeggen, als die klaar is, maak ik een foto. En dan krijgt ze een foto zo. En dan krijgt ze een foto van na die tijd. Helemaal leuk.
En bij die ook, dus dan. Meer kan ik niet doen. Nee. Ik vind het knap. Echt, we gaan aan de koffie. Heerlijk. Laten we dat even doen. Hebben we nog niet gehad. Ja.